Het is voor ons heel gek om te bedenken dat er een politiek kan zijn zonder dat er politieke partijen zijn. Wij zijn immers niet anders gewend. Maar uh, in de tweede helft van de 19e eeuw waren er eerst nog helemaal geen politieke partijen. Die worden pas langzamerhand opgericht. En waarom dat zo is, daar gaan we in deze video naar kijken. Want ja, wat zagen we dus? Dat, ja, dat al die groepen eigenlijk in de samenleving, de protestanten, de katholieken, de liberalen en de socialisten, dat die allemaal hun eigen politieke partijen op gaan richten. Om op te komen voor hun belangen. Want we hadden gezien dat de samenleving eigenlijk voortaan uh, zo ingedeeld zou kunnen worden hè, in verschillende klassen. Hè, waarbij de hogere burgerij, de mannen daarvan, die hebben kiesrecht. Daarom heb ik dat uh, driehoekje daar linksbovenin ingekleurd. En de rest heeft eigenlijk nog helemaal geen kiesrecht. Die mogen niet stemmen. Maar ja, die groepen hebben allemaal wel hun dingen die ze voor elkaar willen krijgen en uh, hoe zij de samenleving ook het liefst zouden zien. En daarom zie je dus dat zij uh, politieke partijen op gaan richten. En de eerste die dat gaan doen, dat zijn de protestanten. De eerste politieke partij in Nederland is namelijk de anti-revolutionaire partij, de ARP. En die wordt opgericht in 1879 door Abraham Kuiper, de man die we hier rechts zien want die protestanten in Nederland dat zijn dus confessionelen die vonden dat ze achtergesteld werden, dat er niet genoeg voor hun belangen opgekomen werd. Nou en daarom besloot Kuyper die heel goed was om mensen achter zich te krijgen om een politieke partij op te richten. En wat wilde die ARP dan bereiken? Die wilde bereiken dat er kiesrecht kwam voor het mannelijke hoofd van het gezin. Als mensen getrouwd waren, dan moest de man van het gezin, de vader van het gezin zeg maar, die moest dan voor het mogen stemmen. Maar dat was niet het enige punt waar die ARP voor streed. Zij vonden het namelijk ook niet kunnen dat christelijke scholen... dat die geen subsidie kregen, geen geld kregen van de overheid... En christelijke scholen, dat noemen we ook wel bijzondere scholen, maar alleen openbare scholen die dus niet gebaseerd waren op een bepaald geloof, die kregen geld van de overheid. En de ARP die wilde dus dat openbare en bijzondere christelijke scholen dus financieel gelijkgesteld werden. Christelijke scholen moeten ook geld krijgen van de overheid. En ja, die boodschap van die ARP sloeg aan en dan vooral bij wat Abraham Kuyper zelf de kleine luiden noemde. Dat waren de mensen uit de middenklasse of uit de arbeidersklasse, die protestants waren. Maar die populariteit van Kuyper en de ARP, die maakte de liberalen eigenlijk een beetje zenuwachtig. Want de liberalen die hadden altijd in de politiek gezeten, die hadden de meeste invloed. Omdat de meeste mensen uit de hogere burgerij, ja, de mannen die mochten stemmen, die waren liberaal. Maar ja, nu kwam er in één keer zo'n anti-revolutionaire partij. En dan zie je dus dat de liberalen niet meer zeker zijn van hun macht. En dat ze besluiten om ook maar een politieke partij op te richten. Dus vijf jaar na die ARP wordt de Liberale Unie opgericht. En dat is een liberale partij die vooral dus de aanhang heeft onder de hoge burgerij. Ja, en zij blijven heel liberaal strijden voor de vrijheid van het individu dat die beschermd wordt. Dus de overheid moet niet te veel wetten en regels op gaan leggen, niet voor het individu, maar ook niet voor individuele bedrijven. Maar ze vinden wel dat de zwakkeren in de samenleving dat die beschermd moeten worden. Dus arme mensen moeten bijvoorbeeld misschien wel een beetje geholpen worden. Nou dan de volgende groep, de socialisten of beter gezegd de sociaaldemocraten, want zoals we in de vorige video zagen wilden die gebruik maken van de politiek van de democratie om meer invloed te krijgen. En die sociaaldemocraten richten onder leiding van Pieter Jelle Stroelstra de SDAP, de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, op. En die had zijn aanhang uiteraard vooral onder de arbeidersklasse. En die had dan ook tot doel om uh, voor kiesrecht voor die arbeiders te zorgen. Want als meer arbeiders zouden mogen stemmen, dan zouden er meer mensen van de SDAP in de politiek komen. En dan zouden ze ervoor kunnen zorgen dat er dus ook voortaan wetten worden gemaakt die het leven van de arbeiders beter maken. En zo zou die arbeidersklasse stapje voor stapje vooruit kunnen gaan. Ja, en dan is er nog een laatste groep in Nederland die zich ook achtergesteld voelde. En dat zijn de Katholieken. Nederland is officieel een protestants land. En de Katholieken, hoewel ze een hele grote groep waren. die voelden zich toch altijd een beetje tweede rangs burgers. En zij gaan ook strijden voor gelijke rechten. De persoon die dit het beste weet te doen. een hele beweging op gang weet te brengen. is Herman Schaapman. Hij is een belangrijke politieke leider. Hij is een uh, priester. en hij komt namens de Katholieken komt hij in de Tweede Kamer terecht. En daar heeft hij heel veel invloed, maar toch zal het nog heel lang duren voordat de katholieken ook met een eigen politieke partij komen. Dat is pas in 1926 het geval als de eerste katholieke partij wordt opgericht, de Rooms-Katholieke Staatspartij, de RKSP. En ja, zo zie je dus dat er, omdat er politieke partijen ontstaan in Nederland, dat de politiek langzamerhand gaat veranderen na 1848.